Welkom bij de uitleg van een nieuw thema. En dit is het thema transport. En in deze basisstof gaan we kijken naar transportsystemen. En dan gaan we het hebben over de volgende zaken. We gaan kijken hoe planten stoffen opnemen en afgeven. Hoe transport plaatsvindt binnen een plant. En vervolgens gaan we kijken naar verschillende circulatiesystemen bij dieren. En wat je ziet bij deze basisstof is dat ze gekozen hebben om een aantal verschillende. Type organismen bij elkaar te voegen in één basisstof en te kijken naar die verschillende transportsystemen. En dat is op zich best een logische keus. Want op het moment dat je kijkt naar een organisme dat bestaat uit meer dan één cel, dan is er vaak al heel snel een type transportsysteem nodig. En zeker als je kijkt naar grote organismen, dus kijken bijvoorbeeld naar bomen en planten, naar mensen, insecten en dat soort zaken, dan zijn er vaak al heel snel best wel complexe systemen nodig. Dan beginnen we met het transportsysteem van planten. In planten zitten houtvaten en bastvaten. En dat zijn een soort hele dunne buisjes en daardoor worden allerlei stoffen vervoerd. Er zijn twee typen sapstromen in een, uh, in een plant of boom en als eerste heb je de anorganische sapstroom en die gaat door de houtvaten heen en dat vervoert water en mineralen vanaf de wortels naar de bladeren. En je ziet hier een microscopische foto van een stuk van een plant, en dan zie je dat hier in het midden, als het ware, wat dichter naar de kern toe, daar zitten de houtvaten. En wat je moet bedenken is dat er bijvoorbeeld in de bladeren water nodig is, er zijn mineralen nodig voor het proces van fotosynthese. Nou, dat water dat komt via de wortels, uiteindelijk dus door de stengel heen of de stam, wat voor plant je ook bekijkt. En gaat uiteindelijk richting de bladeren en daar wordt dus dat gebruikt voor onder andere het proces van fotosynthese. Dat betekent dat je ook bastvaten hebt en bastvaten dat maakt deel uit van de organische sapstroom. En bastvaten voeren assimilatieproducten van de bladeren naar allerlei delen van de plant. En dan moet je dus denken aan allerlei suikers, aminozuren, hormonen. Die bladeren die staan natuurlijk lekker in de zon als het overdag licht is... En die produceren met behulp van koolstofdioxide en water. Produceren ze onder andere glucose. Nou, daar kunnen we andere suikers van gemaakt worden. Die moeten natuurlijk wel, die bladeren weer uit. om vervolgens naar allerlei andere plaatsen in de boom vervoerd te worden. Waar dus bijvoorbeeld geen fotosynthese kan plaatsvinden. Dan is het ook heel logisch dat dit dus de organische sapstroom heet. Want daar gaan allerlei organische moleculen doorheen. Als we teruggaan naar een vorig hoofdstuk. dan hebben we het gehad over. Stofwisseling en dan hebben we het gehad over organische en anorganische moleculen. En organische moleculen waar over het algemeen moleculen die groter zijn en die relatief veel chemische energie bevatten. Nou, dat is onder andere dus glucose. En eh, dat moet dus dan vervolgens door de plant vervoerd worden. En, en daar komt dus ook dat organische in organische sapstroom vandaan. En dus anorganisch bij anorganische sapstroom. Want er gaan dus allerlei anorganische stoffen omhoog, bijvoorbeeld dus water. Nou, dan beginnen we even met de wortels. We gaan even kijken naar de verschillende manieren waarop er transport plaatsvindt in planten. En je moet je bedenken dat er dus een heel buizensysteem loopt. Dus van die houtvaat in bastvaat, daar, daar stroomt dus vloeistof doorheen. En een boom heeft natuurlijk geen hart of een of andere pomp die het vloeistof doet rondpompen. Maar er is een aantal andere systemen dat ervoor zorgt dat er in een plant toch een sapstroomopgang uh, gehouden kan worden. En die gaan we aflopen. Dat zijn er in totaal drie. En logischerwijs beginnen we bij de wortel. Dit is een doorsnede van de wortel. En wat je ziet is dat de wortel uit een aantal type verschillende cellen bestaat. We zien hier weer de bastvaten en de houtvaten. Dan zien we hier aan de buitenkant de epidermis. En ik zal straks uitleggen wat elke weefsel precies voor functie heeft. We hebben hier de epidermis. Dat is de buitenlaag. Dan zien we hier... Om de centrale cilinder heen zit de endodermis en vervolgens hebben we ook nog hier de wortelharen. En dat bedoel ik ook met deze afbeelding aan te geven. Je hebt de centrale cilinder en die bestaat uit die ring hier van die epidermis en vervolgens ook de bast en de houtvaten die daarin zit. De eerste manier waarop een plant zorgt voor transport is door middel van zijn wortels. En dat zit als volgt. De wortelharen nemen water en mineralen op uit de bodem. Die zie je hier, die wortelharen. Dat zijn hele dunne, dunne sliertjes. En die kunnen dus water en mineralen opnemen. Via de schors komen water en mineralen terecht bij de endodermis. En wat zie je hier? Dit hier is de epidermis, die buitenste laag. Dan heb je die wortelharen die nemen dat vocht op. Dat gaat hier tussen deze cellen door. Dat gaat langs de, langs de celwanden heen. En dat komt hier vervolgens bij de endodermis terecht. En dat moet je een beetje op deze manier voorstellen. Hier zien we even schematisch de wortelharen. Hier zie je de cellen van de schors. Dit hier zijn de cellen. En dan zie je dat daar tussen stukjes zitten. En dat zijn de bandjes van Caspari. En dat zal ik je zo even uitleggen. En hier zijn de houtvaten. En deze pijlen geven de vloeistofstroom aan. En wat is dus uiteindelijk de bedoeling dat die vloeistof hier tussen de cellen doorgaat. Hier door de endoderme cel gaat. En vervolgens dus terecht komt in het houtvat, zodat het vervoerd kan worden. Wat is het nu daarmee? Hier zie je dat het echt tussen de cellen door kan. Hier zit als het ware tussen die cellen een soort barrière. En dat zorgt ervoor dat op het moment dat de vloeistof en mineralen aankomt bij deze laag, dat de vloeistof en de mineralen alleen maar door deze cellen heen kunnen. Ze kunnen er als het ware niet omheen. Er ligt een soort barrière. En dat moet je een beetje zo voorstellen. Stel je een baksteen muur voor en de stenen zijn dan de cellen en die bandjes van Kaspari is als het ware het cement dat tussen die bakstenen in zit. Op het moment dat dus stoffen door de muur heen willen, kunnen ze alleen maar door de bakstenen heen en dat cement voorkomt dat ze er als het ware tussendoor gaan. Dat is heel handig voor het transport, want wat gebeurt er nou? Die cellen die hier liggen, die cellen, die laten actief mineralen door. En wat gebeurt er dus op het moment dat er vanaf deze kant actief mineralen naar de andere kant van die endodermische gehaald worden? Dan betekent dat dus dat de osmotische waarde, dus het aantal opgeloste stoffen, in, geval, in dit geval het aantal opgeloste mineralen aan deze kant, veel hoger is dan aan de andere kant in de schors. Dus de osmotische waarde in het centrale cilinder is hoger dan die in de schors. Dan heb je geleerd dat op het moment dat ergens de concentratie opgeloste stoffen hoger is, dan kunnen er twee dingen gebeuren, of stoffen gaan zich verplaatsen. Of water gaat zich verplaatsen. Nou, en in dit geval is het zo dat dus die mineralen actief worden getransporteerd van de schors naar de centrale cilinder. En dat dus vervolgens is de waarde heel hoog is. En water dus er automatisch achteraan gaat. Dus die mineralen worden door middel van actief transport verplaatst. En vervolgens gaat dat water er als het ware achteraan ook. Die centrale cilinder in. En wat zie je dan dus gebeuren? Is dat er dus een osmotisch verschil komt en dat dat water als het ware omhoog gestuurd wordt in de plant. Er ontstaat een druk vanuit de wortels die dat water omhoog duwt. En dat heet dus dan ook de worteldruk. En de reden dat dat water niet teruggeduwd kan worden, want dan zou je zeggen van ja, het kan ook naar beneden zakken. Dat kan niet, want je hebt namelijk wederom. Die bandjes van Kaspari die daartussen zitten en die zorgen ervoor dat het water maar in één richting kan. Die worteldruk zorgt ervoor dat het water enkele meters omhoog gestuurd kan worden. Die worteldruk is eh, nou, bij naaldbomen minder belangrijk dan bij bijvoorbeeld loofbomen. En dat moet je zo zien dat op het moment dat het herfst is, dan vallen de bladeren eraf en in de lente moeten die bladeren natuurlijk weer aangroeien. Dan moet dat vocht natuurlijk omhoog gestuurd worden en dan kunnen de bladeren op dat niet meehelpen om die sapstroom op gang te krijgen. Je zult straks zien dat ook die bladeren daar namelijk een rol bij spelen. Die sapstroom die moet dus echt in eerste instantie op gang komen bij loofbomen door die worteldruk. En vervolgens zie je dat uiteindelijk dus die bladeren het ook voor een deel kunnen ondersteunen, omdat er dus eh, bladeren aan de boom komen. Kijk je nu naar bijvoorbeeld naaldbomen, die verliezen hun naalden niet en die zijn dus ook minder afhankelijk van die worteldruk. Dus dan zie je een verschil tussen loofbomen en tussen naaldbomen, dat die loofbomen zeker in de lente enorm afhankelijk zijn. Van die worteldruk voor dat transport. Er is nog een ontzettend interessante manier waarop planten hun vloeistoffen door de vaten heen krijgen. En dat is door middel van capillaire werking. En capillaire werking komt tot stand door een combinatie van cohesie en adhesie. En door cohesie en adhesie, die ik zo zou uitleggen, kan vloeistof omhoog getransporteerd worden in de plant. Die transport door middel van cohesie en adhesie is alleen mogelijk in dunne buisjes. En dat werkt als volgt. Cohesie wil zeggen dat moleculen van dezelfde soort een bepaalde aantrekkingskracht op elkaar hebben. Stel dat het een heel dun klein buisje is en daar zit een vloeistof in, dan zul je zien als je een bepaalde, dat door cohesie soms er een soort van bubbel bovenop dat vloeistof ontstaat. En dat dus hier geen binding is met de buis waar het in zit. Want wat is het namelijk? Die vloeistof die erin zit, die trekt liever naar elkaar toe... dan dat het toetrekt naar de wand van dit buisje. En dan krijg je dus zo'n belletje erop. Kijk, hieronder is dat natuurlijk geen optie. Ik bedoel, dan, daar kan die vloeistof als het ware niet kiezen dat hij uh, een beetje van de wand af wil. Maar hierboven kan dat daadwerkelijk wel. Dan trekt dus die moleculen trekken naar elkaar toe. Dus cohesie is dat moleculen van dezelfde soort een aantrekkende werking hebben. Dan heb je ook adhesie. En dat is juist dat moleculen... Van verschillende soorten een aantrekkende werking hebben. Nou, stel nu dat we datzelfde buisje hebben en we zouden cohesie hebben, dan zie je dat het weer gevuld is met vloeistof. En als je kijkt naar de bovenkant daarvan, dan zie je dat het als het ware een beetje die vloeistof tegen de randen opkleeft, als het ware. Want die moleculen van die vloeistof die worden naar dat buisje toegetrokken. De combinatie van cohesie en adhesie zorgen voor een heel groot deel van. De sapstromen in een plant. En dat werkt als volgt. De vloeistof die door die vaten heen gaat, daar vindt een mate van adhesie plaats. Dus die moleculen die binden zich als het ware aan de randen van die kleine buisjes in een plant. Dat zorgt ervoor dat ze ietsjes omhoog getrokken worden. Maar er is ook een mate van cohesie. Dus op het moment dat die moleculen een beetje langs die rand omhoog getrokken worden van dat buisje, Trekt dat vervolgens de andere watermoleculen een stukje mee. En het bijzondere hiervan is van die capillaire werking. Dus door die combinatie van cohesie en adhesie. En dat is trouwens mijn hond die zich nu uitschudt in de woonkamer. En die combinatie van cohesie en adhesie zorgt ervoor dat die vloeistof als het ware omhoog getrokken wordt. Enerzijds omdat het dus langs de randen omhoog getrokken wordt. En vervolgens ook omdat dus die moleculen elkaar weer aantrekken en elkaar dus omhoog helpen. Dit is een hele krachtige manier waar dus enorm veel van die sapstroom van een plant van afhankelijk is. Dan heb je ook nog de verdamping in de bladeren. Er zit vocht in de bladeren. Dat kan door de huidmondjes verdampen. En dat zorgt dat er een bepaalde zuigkracht ontstaat. Vanuit de bladeren wordt er dus als het ware aan de vloeistof gezogen. En dat zorgt er nog eens extra voor dat die vloeistof omhoog getrokken wordt. En zo zie je dus dat de combinatie van worteldruk, capillaire werking. En verdamping ervoor zorgt dat er dus een enorme sapstroom in zo'n plant op gang komt. En als we dus dan kijken naar helemaal even terug naar die bastvaten en die houtvaten, dan zie je dus dat die bastvaten vloeistof maar in één richting vervoeren. Dat gaat namelijk van de wortels richting de bladeren, maar dat in houtvaten die vloeistoffen meerdere kanten op kunnen afhankelijk van waar de verschillende suikers en andere assimilatieproducten nodig zijn. Kenmerkend voor een plant is natuurlijk dat die geen. Pomp heeft om de vloeistof mee rond te pompen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de mens en heel veel andere organismen die dat wel hebben. Kijk je nu naar de mens, dan bestaat de mens uit een heleboel verschillende onderdelen, maar onder andere uit een bloedvatenstelsel. En dat bloedvatenstelsel bestaat enerzijds uit een pomp, namelijk het hart. En het bestaat uit allemaal verschillende bloedvaten. En we zullen in volgende basisstoffen gaan kijken naar de werking van dat hart. En we gaan ook kijken naar alle typen bloedvaten, welke verschillende functies die dan weer hebben in het lichaam. Kenmerkend voor de mens is dat de mens, met heel veel andere dieren wederom, een dubbele bloedsomloop heeft. En dat wil zeggen dat per omloop passeert het bloed twee keer door het hart. Dat is nodig om enerzijds het zuurstof toe te voegen aan het bloed, en dat gebeurt in een kleine bloedsomloop. Daardoor gaat bloed van het hart naar de longen daar wordt dus koolstofdioxide afgegeven zuurstof weer aan het bloed toegevoegd en vervolgens gaat het zuurstofrijke bloed weer terug naar het hart vervolgens komt dat bloed weer in het hart terecht en vervolgens gaat het van het hart naar een deel van het lichaam en weer terug naar het hart en dat is de grote bloedsomloop dus de kleine bloedsomloop is van het hart naar de longen en weer terug naar het hart de grote bloedsomloop is van het hart naar een deel van het lichaam en weer terug naar het hart dat betekent dat er ook een enkele bloedsomloop is en bij een enkele bloedstroomloop, wat dat al zegt, dan komt het bloed per omloop maar één keer door het hart heen. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een vis. Een vis heeft hier aan de voorkant kieuwen zitten. Hetzelfde eh, functie in feite als de longen van een mens. Daar wordt koolstofdioxide aan de omgeving afgegeven en zuurstof opgenomen. Door die kieuwen stroomt bloed naar binnen. Daar wordt koolstofdioxide afgegeven en zuurstof opgenomen. Dan gaat het zuurstofrijke bloed, hierin rood aangegeven, gaat door het lichaam heen. Dat komt ergens in het lichaam terecht. Vervolgens wordt het weer zuurstofarm, want het zuurstof wordt natuurlijk ergens in het lichaam gebruikt. Er wordt weer koolstofdioxide afgegeven aan het bloed. Vervolgens gaat het zuurstofarme bloed met veel koolstofdioxide erin hier door het hart heen en die pompt het weer langs de kieuwen. En dan zie je dus als jij een rode bloedcel bent dat jij dus maar één keer per circulatie door het hart heen gaat. Iets wat belangrijk is om hierbij te vermelden, wat voor bloedsomloop je ook bekijkt, is dat er vaak gebruik gemaakt wordt van de rode en de blauwe kleur. Rood, daar doelen ze meestal mee op bloed dat zuurstofrijk is en dus weinig koolstofdioxide heeft en veel zuurstof. En blauw is dan zuurstofarmen, dus weinig zuurstof en veel koolstofdioxide. Zorg dat je dit nooit als argument gebruikt op een toetsvraag. Dit is alleen maar een kleur om een beetje helderheid te scheppen. Bloed heeft niet echt het verschil tussen rood en blauw bloed. Het is slechts een manier om het iets inzichtelijker te maken. Dus gebruik de kleur die in een tekening gebruikt wordt nooit als argument voor een antwoord op een toetsvraag. Dan is hier nog de samenvatting en is het einde van de uitleg van basisstof 1.